vandaag in Denken. Laatst zag ik in een filmpje van een online dating site in de virtual reality wereld dat je met mensen van over de hele wereld kan daten terwijl je langs het strand loopt of buiten in de ruimte aan een spaceship hangt. Heb je in de toekomst eigenlijk nog wel iemand fysiek nodig om een relatie met die persoon te hebben? If you're gonna do it. Welkom bij Lumolabs. Lumolabs is een investeerder voor VR en AR bedrijven. Ja, we hebben vandaag gekozen voor VR en romantiek. Beetje een apart onderwerp, maar ja, een beetje kijken wat er allemaal mogelijk is met jullie. Ja, wij zijn een stelletje. Oké, dus jullie zijn nog single en jullie zijn een stelletje. Nou, voor jullie iets heel speciaals. We zijn op het gebied of, ja, er gebeurt heel veel op het gebied van techniek. En je kunt tegenwoordig, heb je al applicaties zodat je aan de andere kant van de wereld je partner gewoon een gedachtje kan sturen of eventjes kan voelen. Tot ja, seksuele dingen waar mensen ook mee bezig zijn en aan het onderzoeken. In Japan kun je daar vooral heel erg veel van vinden. Het is wel heel leuk om de mogelijkheden te zien. En om te kijken van, sluit dat aan om jouw behoeftes te bevredigen? Geweldig. Nou, ik ben dus vanmiddag geweest VR daten. En toen ben ik met twee andere jongens in een VR-wereld gaan daten met z'n drieën. Oh, die handen ook. Dat is echt... Nou, zo te zien heeft hij je geaccepteerd. Er is ook nog iemand. Oké, ik ga er vandoor. Ik wens je veel plezier. Oh, oké. Het is zo raar. Oké. Ik ben Jeroen. Deze, en... Asse. Ja. En dan... Ik ben Jesse. Oh, dat is echt heel eng dit. Nou, ik ben Iris. Ik ben 16 jaar. Ik kom uit Rotterdam. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik ben 17. Jesse. Ja, dat had ik door. En Jeroen? Ik ben ook 17. Nou, waar woon je? Ik kom uit Amerongen. Dat ligt bij Renen. Oh, dat ken ik niet. Ik doe musical. Dus ik doe zingen, dansen en toneelspelen. Oh, dat is wel heel leuk. Ja, ja, ik kan niet zo goed zingen. Maar je hebt wel een mooie stem. Oh, dankjewel. Nou ja, ik speel ook toneel toevallig. Dat is heel leuk te doen. We hadden wel een klik, zeg maar. We hadden dezelfde hobby's en we vonden dezelfde dingen leuk. En daardoor konden we aan het begin wel goed praten. Maar het was moeilijk om, zeg maar, het gesprek gaande te houden. Hij vertelde ook dat hij erg verlegen was. En daardoor zei hij misschien ook wat minder... Maar, dus ik heb geen vriend. Ik op zich... Je lijkt me wel heel aardig. Mm-hmm. Maar ik weet gewoon niet wie je bent. En dat vind ik gewoon eng. Of zo. Ja. Snap je dat? Ja, dat snap ik. Ik ben geen enge vieze man in elk geval. Ik geloof het wel hoor. Jullie klinken ook niet echt als een enge vieze man. Oh. Wat moet ik doen? Hallo? Oh god, dit is zo eng. Oh, iemand. Iemand. Het is niet de bedoeling dat u hier zou komen. Wij zijn met z'n drieën op een date. Ik heb hem geblokt, volgens mij. Volgens mij kan dat wel. Ik vind hem een beetje... Ik gooi hem er nu uit. Hij is nu weg. Nee, toch nou, niet. Hij zit er nog, hoor. Oh, hij zucht ook zo eng. Ja, oh, is hij weg? Weg. Hoe? Ja, hij is weg. Zo, ik krijg helemaal de kriebels van hem. Nou, oké. Hij is weg. Ik hoorde aan zijn stem dat hij gewoon niet onze leeftijd was. Hij hijgde heel erg. Zijn avatar zag er eigenlijk zelf ook al best wel eng uit. Toen realiseerde ik ook echt wel dat ik eigenlijk ook totaal niet wist wie er achter de avatar zaten van de jongens waarmee ik op date was.